Hallo allemaal, mijn naam is Daan en welkom bij Jan Boerenkaart. Vandaag laat ik jullie een caddy zien met een bijzondere kleur. Dit is Top Fade Brown caddy. Kleur zie je niet vaak. Wij hebben hem staan. Je kan zien dat alle bumpers in kleur meegespoten zijn. De auto is voorzien van een onderlip en lederen bekleding. Je ziet hier de lederen bekleding met rode stiksels. Scherm. Een multifunctioneel stuurwiel. De auto heeft 91.000 kilometer gelopen en komt binnenkort online. Lichte achterwand. Dit zorgt ervoor dat je minder geluid hebt. Dus een stuk stiller onderweg kan. Caddy is ook voorzien van gespoten stootstippen. Twee kleuren, zwart en de kleur van de auto. De auto is ook voorzien van een spoiler. Logo's in kleur. Dit is de laadruimte. Ik heb jullie net een mooie caddy laten zien. Die gaan we door naar de Mercedes Sprinter. We hebben er twee van staan, een zwart en een grijze. En dat zijn twee unieke, want het zijn de laatste zes cilinders. En ik ga even de opties met jullie doornemen. De Mercedes Sprinter is voorzien van 9 grote bumpers, voor en achter. Mistlampen, 19 inch velgen. Dit is een lengte 2, hoogte 2 versie. Het interieur is voorzien van lederbekleding, opbergvakken boven in het plafond. Multifunctioneel stuurwiel, automaat, groot navi en stoelverwarming. Bedankt weer voor het kijken naar deze video. Volgende week behandelen we weer wat anders. Laat in de reacties weten wat jullie willen zien. Misschien dat wij dat ook behandelen. En volgende week zien jullie Jan weer. Die gaat wat leuks voor jullie neerzetten. Tot snel.